Ja, de Bundesliga gaat morgenavond van start met de wedstrijd Eintracht-Frankfurt tegen Bayern München. Eindelijk gaat de competitie in Duitsland weer beginnen. En ik ga er alvast op vooruitblikken met Bas van Hoven. Want Bas, je hebt 5 dingen uitgekozen om naar uit te kijken dit seizoen in de Bundesliga. Ik moet zeggen, die supercupwedstrijd tegen Leipzig was echt wel genieten. Je zag het nieuwe Bayern met heel veel beweging voorin. De eerste helft waren ze echt superieur. Ik denk dat weinig Nederlanders het gezien hebben, omdat het ongeveer tegelijk was met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Maar ja, was echt een heel hoog niveau wat ze haalden. En de tweede helft werden de aanwinsten zoetjes aan ingepast. Hè. Gravenberg, De Ligt natuurlijk. Masrui hebben ze natuurlijk ook gehaald. En ik ben benieuwd hoe die zich gaan profileren in de eerste seizoen zelf. Ik denk dat De Ligt vrij snel basisspeler zal worden. Het is geen hot take, maar nee. Hij zat tegen Leipzig nog op de bank. Ik denk dat Gravenberg, die zal wel echt geduld moeten hebben als je die opties op het middenveld kijkt bij Bayern. Goretzka, die komt natuurlijk nog terug naar die blessure. Maar Musiala was echt geweldig tegen Leipzig. Echt ongekend goed. Nou, Kimmich zal sowieso spelen. Dus ja, wie ga je er dan uitspelen? Er zal in ieder geval volop gerouleerd worden wel, zeker in de eerste seizoen zelf. Dus dat biedt ook wel kansen voor Gravenberg. Ja, en ik zag in onze mooie seizoengids zag ik een zinnetje van Peter Wekking staan. De prangende vraag aan de vooravond van een nieuwe competitie in Duitsland heeft te maken met de seizoenen. Stevas is de kwestie. Viert Bayern het kampioensfeest straks in de winterjas? Of kan er een voorjaarsdansje worden gedaan? Ja. Ik vind het een mooie vraag. Geef maar eens antwoord. Ja, ik denk niet in de winterjas. Nee. Omdat Dortmund heeft wel uitgepakt deze zomer. Ze zijn natuurlijk Haaland kwijtgeraakt, maar hebben de ploeg wel vooral versterkt in de breedte. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze Süle gehaald hebben van Bayern. Omdat achterin was het wel echt een probleem bij Dortmund. Je zag de laatste jaren dat ze een beetje worstelden met de speelwijze. Regelmatig werd ook nog wel geswitcht naar een systeem met 3 centrale verdedigers. Omdat eigenlijk alle centrumverdedigers bij Bayern of bij Dortmund voelden zich daar beter bij. Hummels, Akanji hoefden dan een minder grote ruimte te verdedigen en zijn aan de bal juist wel heel goed. Dus hebben dan ook de ruimte om in te schuiven. Nou ja, als dan met 4 man achterin werd gespeeld en 2 centrale verdedigers, dus dan ja, waren ze echt kwetsbaar op de counter. Zeker als ze naar voren gingen jagen. En je zag dat de trainers daar ook moeilijk mee hadden. Hè. Favre bijvoorbeeld werd vaak verweten dat hij te verdedigend speelde. Te veel vanuit de organisatie. Maar ja, dat had ook te maken met de mankementen achterin. Ze hebben nu Süle gehaald. Slotterbeck, ook een belangrijke aanwinst. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat voor de speelwijze gaat betekenen. Hè. Terzic als trainer, de voormalige assistent, die weer mag gaan doen. Dus een trainer die heel erg denkt vanuit het collectief. Die heel erg inzet op een energieke speelwijze, een groepsgevoel. Eigenlijk een soort een ploeg met working class heroes wil die gaan samenstellen om die aanval op Bayern te openen. En ook dat heel erg uitdragen. Dus wat dat betreft doet het denken eigenlijk aan de boodschap die Jurgen Klopp jarenlang verkondigd heeft bij Dortmund. Hebben ze voldoende kwaliteit om een Bayern echt moeilijk te maken? Adeyemi, een belangrijke aanwinst. Heel groot talent overkomen van Salzburg. Haller, ja, trieste situatie. Afwachten wanneer hij weer kan spelen. Malen, zijn tweede seizoen in Duitsland, wordt ook interessant. Nu zal het wel echt moeten gaan komen voor hem. Ik vrees er een beetje voor, om eerlijk te zijn. Bayern. Ja, het voordeel wat Dortmund wel heeft, is dat bij Bayern natuurlijk wel veel veranderd is. Kijk, normaal gesproken, als je naar de kwaliteit kijkt, hoort Bayern weer superieur te zijn. Alleen ja, hoe gaan ze het vertrek van Lewandowski opvangen? Hoeveel tijd heeft dat nodig? De verdediging was vorig jaar kwetsbaar onder Nagelsmann. Niet voor niets De Ligt gehaald natuurlijk. Ik ben benieuwd. Ja, want we hadden het eigenlijk over Bayern, maar om dan maar gelijk in te haken op jouw verhaal over Dortmund. Zie jij Dortmund dan ook als de grootste uitdager dit seizoen van Bayern München nog steeds? Ja, ligt er een beetje aan. Leipzig was in de tweede helft van die Supercup-wedstrijd echt goed. Tedesco is daar vorig seizoen gekomen als trainer. Heeft wel meer stabiliteit gebracht hè, onder Jesse March. Het was echt een mislukking. Ja. Dus de ploeg dreigde weer af te dalen na het vertrek van Nagelsmann. Maar Tedesco heeft een duidelijk herkenbare speelwijze. Er zit veel energie in het elftal. En Nkunku,
die zich geweldig heeft ontwikkeld. Een van de beste spelers in de Bundesliga geworden. Hebben ze tot nu toe kunnen houden. Dus dat is ook heel belangrijk. En Timo Werner keert misschien nog terug. Werner wil graag terug. En past natuurlijk wel uitstekend in de Bundesliga, waar hij net meer ruimte zal krijgen. Waar er over het algemeen ook meer ruimtes achter de verdediging liggen dan in de Premier League. Ja, daar zou hij met zijn snelheid denk ik heel goed gebruik van kunnen maken. Dus als dat lukt, dan hoeven ze denk ik weinig onder te doen voor Dortmund. Ja, maar dat Bayern kampioen gaat worden, daar twijfel je eigenlijk op dit moment nog zeker niet aan. Nee. Bayern 10 keer op rij kampioen geworden nu, hè? Mm-hmm. Dus ja, die zijn toch ook favoriet. En hoe erg benieuwd ben je naar die ploeg? Ontzettend benieuwd, omdat Schalke is een club waar het nooit rustig is. En Peter schreef het ook in de seizoengids. De terugkeer naar de Bundesliga verliep geheel in Schalke-stijl. Het seizoen was rommelig en vol rumoer. Nou, dat is Schalke. Hè. Het is een soort snelkookpan van emoties. En het gaat van links naar rechts. Dan weer lijken ze aan te kunnen gaan haken bij de Duitse top. Zijn de verwachtingen weer te snel, te hoog. En dan dondert het weer in elkaar. Nou, bij die degradatie hebben ze wel echt een hele grote schoonmaak gehouden. De salariskosten die rezen echt de pan uit. Veel te veel uitgeven aan spelerssalarissen. Volgens mij, Alwian vertelde dat ook. Vorige zomer was het echt een komen en gaan van spelers. Bijna de hele selectie vertrok zijn, maar dan kwam er bijna een volledig nieuwe selectie. Eigenlijk een selectie gemaakt die ook wel beter paste bij de tweede Bundesliga. Bijvoorbeeld met Terode als spits. Nou, dat is echt een fenomeen op het tweede niveau in Duitsland. Een beetje als Johan Voskamp, dat denk ik. Jack Tuyp. Ja, een tijd soort types. Muren. Van Beuken. Ja, Terode is de topscorer van de tweede Bundesliga. Topscorer alle tijden. Is geboren op een paar kilometer van de Nederlandse grens. Bocholt, als ik het goed zeg. En die wilde graag voor die volksclub Schalke gaan spelen. Echt een sterke spits. Ik ben ook benieuwd hoe hij het in de Bundesliga gaat doen. Eerder in zijn carrière duidelijk minder gedaan op het hoogste niveau. Hè. Ook de spitsen waar we het net over hadden. Veel van die jongens hadden daar ook wel last van. Ja. En nu is hij super ervaren. En als het gaat om spelintelligentie, dan is er geen beter moment voor hem om nu nog eens voor zijn kans te gaan, hè, in de Bundesliga. Verder een leuk elftal met Thomas Aujan inderdaad, die het vorig seizoen heel goed deed daar. Er was een koopoptie in zijn huurcontract die automatisch geactiveerd werd als Schalke zou promoveren. Hij speelde zich ook wel gedurende het seizoen al in de kijker bij Bundesliga clubs. Alleen het bevalt hem goed daar. En Schalke steeg weer op. En daar wilde hij graag deel van uitmaken. 3 goals en 8 assists volgens mij vorig seizoen. Ja, met name in de eerste seizoen zelf speelde hij heel aanvallend. Toen vaak ook nog in een systeem met wingbacks. Dan was hij de lopende man op die linkerflank. Veel voorzetten, ook in de richting van Terode natuurlijk. Dus ik denk dat we dat in de Bundesliga ook wel gaan zien. Het zou niet onlogisch zijn als we met 3 centrale verdedigers gaan spelen om wat meer zekerheid in te bouwen achterin. Op middenveld hebben ze Tom Kraus gehaald. Dat is wel een interessant talent om in de gaten te houden. Stond bij Leipzig al lang te boeken als jongen voor de toekomst. Wordt nu verhuurd aan Schalke. Kan er echt voor zijn kans gaan. Dus echt een leuke volksclub om weer in de gaten te houden. Lewandowski is vertrokken. En Haaland is natuurlijk, vertrokken. Er gaan even wat doelpunten de Bundesliga uit, Bas. Ja, daar ben ik wel benieuwd. Hè? Wie wordt de nieuwe posterboy van de Bundesliga? Nou, als je nu zou moeten zeggen, dan zou je zeggen Mané. Zeker. De blikvanger naar buiten toe. Bij Liverpool vaak ook wel misschien een beetje overschaduwd door Salah. Denk het wel, toch? Zo mag je dat wel zeggen. Ja, denk het wel. Hij enorm gewaardeerd binnen Liverpool. Maar als het over Liverpool ging, dan ging het toch niet meestal direct over Mané. Eerder over Salah. En nu bij Bayern staat hij in de schijnwerpers. In Bayern, ik denk dat je in de eerste helft tegen Leipzig heel goed zag wat Nagelsmann wil dit seizoen. Je zag met Gnabry. Gnabry en Mané natuurlijk voorin. Daar dicht in de buurt. Müller, Musiala, Sabitzer die ook nog kon aansluiten. Dan heb je gewoon heel veel intelligente, lopende spelers. Die echt voor heel veel dynamiek zorgen. En dat is zo lastig te verdedigen.
al die loopacties. Hè? En ook nog vanaf de backposities, waar Masraoui natuurlijk vanaf rechts een rol kan gaan spelen. Davies vanaf links. Ja, dit Bayern, dat kan echt als een wervelwind over je heen razen. Alleen ja. Gaat Mané dan topscorer worden? Ik denk dat de doelpunten heel erg verdeeld gaan zijn bij Bayern dit seizoen. Dus daarom ben ik daar niet zeker van. Ik zou hem niet per se invullen, nee, in mijn poeltje als topscorer. Ik zou denk ik eerder voor Patrick Schick gaan, die het vorig seizoen heel goed deed bij Leverkusen. Had natuurlijk een goed EK al achter de rug. Hij maakte nog die wondergoal bij de Tsjechen. Op Hampden Park, geloof ik, die wedstrijd. Ja, van eigen helft bijna. Ja. Zoiets. En hij deed daarna in de Bundesliga ook echt heel goed. Want bij Roma natuurlijk mislukt. Leek lang een beetje stijfjes, een beetje log als spits. Maar vorig seizoen ook echt technisch heel knap in 16 meter gebied. Heel technisch vaardig. En bij Leverkusen natuurlijk veel lopende mensen eromheen. Met Diaby bijvoorbeeld. Veel snelheid in die ploeg. En ja, hij was eigenlijk de spits die het allemaal aan elkaar bracht in het 16 meter gebied. Dus Leverkusen vorig seizoen natuurlijk goed seizoen gedraaid. En belangrijke spelers kunnen houden. Diaby, Schick, Wiertz die terugkomt na zijn kruisbandblessure. Dus ik denk dat Leverkusen achter de drie die we al genoemd hebben, het beste team heeft op dit moment. Maar Schick kunnen we invullen als topscorer? Ik zou voor Schick gaan, ja. Verrassende verrassingen. Mooi. Ja. Jij hoopt op een doorbraak van drie hele grote talenten in de Bundesliga. Ja. Bundesliga is de competitie geweest de laatste jaren die zich heel erg geprofileerd heeft naar buiten toe van wij zijn de competitie met een hoog niveau en een podium voor talent. En je hebt het natuurlijk gezien aan Kai Havertz die toptransfer naar Chelsea verdiende. Sancho die vertrok bij Manchester City om in Duitsland voor zijn kans te gaan. Heel snel veel speeltijd kreeg en grote stappen kon zetten in zijn ontwikkeling. Engels international werd. Die ontwikkeling verzilverde met een overstap naar Manchester United. Haaland natuurlijk. Dus ja, Duitsland is wel echt de competitie voor grote talenten geworden. En dat dragen ze ook graag uit. Dus ja, ik ben benieuwd wie er in het nieuwe seizoen gaan opstaan. Als je kijkt naar die top drie clubs, denk ik dat ik bij Bayern, Musiala is toch de man om in de gaten te houden. En dat Gravenberg laat hem even tijd gunnen om zich aan te passen daar en zijn draai te vinden. Musiala. Wat is nou zijn beste positie volgens jou? Van Musiala? Ja. Ik denk aanvallende middenvelder. Ja. Bayern speelde in die eerste wedstrijd een soort 4-2-2-2. Een beetje het Roger Schmidt systeem. Met hem als een van de twee aanvallende middenvelders. Ik denk wel dat hij de vrije... Hij kan ook als centrale middenvelder spelen. Hij was in de jeugd ook wel vaak aanvaller. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij ook wel de vrijheid moet hebben om bij te sluiten juist na het 16 meter gebied. Omdat met zijn techniek, hij heeft een bepaalde rust in de eindfase. En het is eigenlijk zonde om die rust niet te gebruiken. Hij heeft loopvermogen, is atletisch. Dus ik denk dat ik zou hem als aanvallende middenvelder gebruiken. Ja, geweldig talent. Dus ik verwacht dat hij een grootste seizoen gaat beleven. Bij Leverkusen is het let op Florian Wiertz. Echt een hele mooie speler. Eigenlijk. Je zei het al, terug van zijn blessure. Ja, de troonopvolger van Havertz, zo kun je hem wel noemen. Havertz, die hadden ze snel opgepikt bij Aken. Wiertz komt van Keulen af. En die loodste bijna zijn eentje, loodste die Keulen onder 17 was, geloof ik, naar de landstitel in Duitsland. Al die scouts die keken van, oké, wat gebeurt hier? Hè? Kreeg daarna aanbiedingen uit de top van de Premier League. Maar ook alle Duitse topclubs zaten achter hem aan. Koos voor Leverkusen omdat hij dan ook in zijn eigen omgeving kon blijven wonen. En Leverkusen wees naar Julian Brandt, die zich daar geweldig had ontwikkeld. Havertz natuurlijk. En Wiertz sluit eigenlijk perfect aan in het rijtje. Kreeg heel snel speeltijd in het eerste. Volgens mij ook de jongste Bundesliga-speler ooit geworden met 50 optredens. En nu op de weg terug van die kruisbandblessure. Ik verwacht ook heel veel van hem. Ja. En dan hebben we nog de Hongaar, Dominik Szoboszlai. Ja, die het wel lastig had bij Leipzig in zijn beginperiode. Ook wat te maken had met blessures. Maar hij was bij Salzburg echt heel goed. Geweldige traptechniek, mooie aanvallende middenvelder. Als hij een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten, dan is Leipzig wel echt veel opgeschoten. En nu hangt het nog wel veel op Nkunku. Ja, Werner, die terugkeer zou natuurlijk ook helpen. Alleen Leipzig, ik vind het een heel leuk team om naar te kijken. Over die club is natuurlijk altijd
heel veel discussie. Hè, omdat in Duitsland zijn ze gek op traditionsvereinen. Ja, Leipzig is dat natuurlijk niet. Het tegenovergestelde. Onder de vleugels van Red Bull opgeklommen naar die Duitse top. Maar als je puur naar het team kijkt, dan kun je er eigenlijk heel weinig op tegen hebben. Omdat het is een jong team, het is een fris team. Met ruimte voor aanvallend talent. Behalve voor Brobbey, die weer weg is. Ja, ja, ja. Zo, die kwam met tegen zijn trainer. Had je, zo, had je dat toen gezien? Toen hij dat busje uitstapte. Ja, nou, ja. Ja, het is ook een momentopname, maar... Ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen, jij wel? Nee, ja. Ja, maar het is niet dat je vanuit een topclub verhuurd bent aan... Aan de Botev Plovdiv. Nee, ja. Je speelt bij Leipzig. Bij Leipzig. Champions League deelnemer, Duitse top. Nee, zeker weten. En dan zou ze... Nah, hij is weg. Ja, klopt. Nee, ja, dat was natuurlijk een mismatch. Maar ja, verder, ja, over het algemeen heel goed beleid. En ook als spelers verkopen, staan vaak de opvolgers alweer klaar. Dus ja, ik denk... supporters in Duitsland, Leipzig zal nooit de populariteitsprijs winnen. Ik denk voor beleidsbepalers in heel Europa wel echt een voorbeeld. We gaan het zien, Bas. Morgenavond Frankfurt tegen Bayern München. De eerste wedstrijd met Götze. In de Bundesliga met Mario Götze natuurlijk. Ja. Ja, genoeg om naar uit te kijken dus. En jongens, laat even weten, wat verwachten jullie komend seizoen in de Bundesliga? Haaland en Lewandowski zijn vertrokken. Ja, wie gaat de topscorer worden? Laat het maar weten in de comments. Mochten jullie deze video leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.